Kijkt u op deze periode terug? Het is een hele mooie periode geweest. Maar die vier jaar die zijn natuurlijk ontzettend snel voorbij gegaan. Wat was er bijzonder in deze tijd? Nou, een aantal uh, punten. Um, uh, een van de punten die ik echt uh, heel graag wil, uh, wil noemen, is uh, het organiserend vermogen wat er in Almelo is. Als ik daar één voorbeeld op. Van mag noemen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de coalitie Kom erbij hier in Almelo. Het is het samenwerkingsverband van allerlei organisaties die zich inzetten om eenzaamheid aan te pakken. Nou, die organisaties die zijn zo intrinsiek gemotiveerd, die zijn zo gedreven om dat thema echt goed bij de kop te pakken. Ja, daar krijg je gewoon energie van. Dat vind ik echt super mooi dat dat gebeurt. Maar ook als ik kijk, en daar ben ik best wel een beetje trots op. Ook bijvoorbeeld de mantelzorgondersteuning. Dat is ook zo'n onderwerp waarbij we. Nou ja, zeker toen ik net was aangetreden in 2018, halverwege 2018. En toen viel de organisatie om die dat altijd regelde, die dat organiseerde. En ja, in een paar weken tijd hebben we toch een toekomstvaste oplossing voor de mantelzorgers gevonden. En ja, daar kunnen we denk ik best trots op zijn. Als ik er nog, nog eentje mag noemen. Uh, dat is echt ook wel een punt waar ik uh, ook heel graag nog de komende jaren op, uh, op doorga. Uh, dat is de aanpak van zorgfraude. Daar zijn we ook in een relatief kort tijdsbestek, uh, zijn we daar heel veel meters mee, uh, mee wezen maken. En dat is van een lokale aanpak via een regionale aanpak. En nu komt er waarschijnlijk zelfs ook nog een landelijke proeftuinaanpak achter vandaan. Nou, daar kunnen we echt wel, denk ik, uh, met heel veel... Uh, enthousiasme, ook hoe dat hier in de organisatie is opgepakt, op terugkijken. Want het is uiteindelijk wel het geld van onze inwoners. Ja. Uh, wat heeft u voor de komende vier jaar besloten? Um, ik wil heel graag nog een periode uh, door als, uh, als wethouder. Uh, nog een periode door om me in te zetten voor uh, Almelo. Eigenlijk zijn die vier jaren zodanig voorbijgevlogen uh, ja, dat, dat mijn werk nog niet af is. En uh, ik wil er dus graag uh, nog verder aan doorbouwen. Uh, juist ook uh, de komende tijd, hè, nu ook uh, met corona allemaal weer wat, uh, ja, wat, wat losser is en wat soepeler is. Juist naar de mensen toe. De gesprekken voeren, uh, juist ook om te kijken hoe we Almelo nog mooier en nog beter kunnen maken. En uh, ik hoop dat ik daar uh, de komende vier jaar, uh, uh, het liefst vanuit uh, uh, mijn uh, huidige positie als, uh, als wethouder, maar dat ik daar heel graag nog de komende jaren aan door kan bouwen. Kunt u vertellen waardoor dit besluit is ingegeven? Nou, um, het is gewoon een ontzettend uh, eervolle en dankbare taak. He, ik sprak laatst een, uh, een collega lijsttrekker vanuit een, uh, een andere gemeente en die zei: eigenlijk is het wethouderschap de mooiste hondenbaan die je maar kunt bedenken. En uh, nou ja, daar heb ik eens over zitten nadenken. Daar heeft hij wel gelijk in. En ja. Ook hier in deze zaal wordt er soms van alles naar je hoofd geslingerd. Hè. En uh, daar moet je ook tegen kunnen. Uh, het zijn ook geen werkweken van, uh, van 40 uur, bijna eerder het dubbele. Dus dat, uh, dat, dat, uh, ja, dat raakt ook je gezinssituatie natuurlijk. Uh, maar om het daar met elkaar goed over te hebben en dan. Uh, uh, ja, ook dat, dat perspectief naar voren. Hè, van, uh, ben je klaar? Nou, het antwoord voor mij is daarop uh, nee. De zaken die ik heb ingezet op het gebied van welzijn, op het gebied van zorg, op het gebied van die zorgfraude aanpak. Uh, maar zo kan ik nog tal van terreinen opnoemen. Ja, de, uh, bijvoorbeeld op duurzaamheidsgebied. Ja, daar moet echt nog het nodige in, uh, in gebeuren. Hebben we gelukkig al hele mooie stappen opgezet. Maar uh, ik wil daar heel graag de komende vier jaar nog verder aan bouwen. Wat spreekt u dan zo aan in dat wethouderschap? Uh, ik merk dat je uh, door uh, op die plek te zitten uh, echt het verschil kunt betekenen. Uh, ik heb uh, een aantal voorbeelden, ook door nou ja, mijn manier van, van informatie en ideeën ophalen in de stad. Hè. Ik ben uh, graag uh, dat ik erop uit ga en met mensen in gesprek ga. En daar heb ik bepaalde voorbeelden van, waarbij je dat hier in huis uh, op een relatief Makkelijke manier ook gewoon in je plannen verder kan, kan vormgeven. En als, uh, als raadslid of als inwoner is dat toch uh, een stukje ingewikkelder, omdat je echt als, als wethouder of als lid van het college uh, heel dicht bij het vuur zit en aan de knoppen kunt draaien. Uh, dus tot... dan kan je echt voor mensen uh, een verandering betekenen. Tot slot, wat wilt u de inwoners van de gemeente Almelo meegeven voor de komende jaren? De komende jaren uh, is, het, uh, is het heel belangrijk om uh, uh, nou ja, ook, ook, uh, je gehoord te laten voelen door uh, het stadsbestuur. Hè, of dat nou de gemeenteraad is of het, uh, of het college. Um, mijn opvatting is, heb je iets, meld het dan vooral. Ga met elkaar in gesprek. Nou, daar sta ik met plezier voor open. Dat is ook een van de redenen waarom ik mijn zwerfvuilwandelingen ben gestart. Daardoor heb je gewoon heel direct contact met inwoners en kan je dingen uitleggen en dingen bespreken en vooral ook allerlei zaken ophalen. Dus dat is heel belangrijk. Maar voor de korte termijn zou ik zeggen, maak gebruik. Van uw stemrecht. Ga 14, 15 of 16 maart in ieder geval uw stem uitbrengen, want elke stem telt en elke stem kan het verschil maken.